al is er de afgelopen periode geen openlijk geweld tegen journalisten geregistreerd in Suriname, moeten we waakzaam blijven. Dit zegt Harvey Panka, penningmeester van de Surinaamse Vereniging van Journalisten, SVJ, in het kader van de Internationale Dag tegen de Straffeloosheid van Misdaden tegen Journalisten. Hij haalt aan dat sinds de decembermoorden journalisten geen slachtoffer zijn geworden van moordaanvallen of openlijke geweldpleging. Niet alleen wanneer je journalist slaat met een knuppel, dan ben je eigenlijk straffer. Ben je eigenlijk strafbaar bezig, maar ook bedreigingen behoren daarbij. Ik wil niet met je praten of Yoshi, Skrivasan, dat ga je zien. Dus daarom is deze dag. En ik ga je zeggen, deze dag is in 2014 door de Verenigde Naties in het leven geroepen om de straffeloosheid voor misdaden tegen journalisten aan te kaarten. Wat is straffeloosheid? Mensen weten dat zaken gebeuren en er wordt niets tegen gedaan. Ja, toch, dat is de straffeloosheid. Waar we eigenlijk anderen kunnen nemen dat iedereen dat kan doen. Ja, toch? Want de een doet en er gebeurt niks en we kunnen maar zo doorgaan. Ja, sinds de moord op enkele journalisten tijdens de decembermoorden en die zaak is tot het einde gekomen. De verantwoordelijkheid, verantwoordelijken zijn gevonnis door de rechter en dat is, kunnen we zeggen, die zaak is tenminste afgehandeld. Maar ik denk niet dat we sinds toen echt gedocumenteerde gevallen hebben waarbij journalisten om het leven zijn gebracht. Wel zijn er genoeg gevallen waarbij journalisten bedreigd worden. Het kan zijn met de dood, het kan zijn om iets niet te schrijven of op welke wijze dan ook waarbij de journalist zich niet meer veilig voelt. Als secretaris van de Association of Caribbean Media Workers, ACM, zegt Panka dat een openlijke vijandige houding tegen journalisten gezien kan worden als een bedreiging. In de afgelopen periode hebben dit soort gevallen zich ook in Suriname voorgedaan. Hij noemt daarbij de houding van sommige regeringsfunctionarissen tijdens regeringspersconferenties. Je dat zeker, dat stukje van soms heb je het gevoel dat mensen zaken opzettelijk doen. En als je beter soms gaat kijken, zie je van ze doen bepaalde dingen omdat misschien ze niet beter weten. En onze taak als SVJ moet dan zijn dat we ze moeten gaan leren. De president heeft het gezegd van hij gaat zijn mensen laten trainen, weet je, zodat ze weten hoe ze met de media om moeten gaan. Kijk, als je niet met een journalist wil praten, kan je dat recht heb je als mens, als individu. Dan geef je dat gewoon netjes aan, dat geven wij aan in het bericht. Meneer B wilde geen commentaar geven. Maar hij heeft uit ethische overwegingen vanuit het vak, heeft hij wel de gelegenheid gehad om zijn zegje te doen. Zoals wij dat behoren te doen. Maar als hij zelf ervoor kiest om geen antwoord te geven, dan is dat ook zijn recht. Panka zegt dat de wet openbaarheid van bestuur nodig is, zodat journalisten hun werk beter kunnen doen. Ook vindt hij dat de muilkorfwetten journalisten beperken. Bedreigingen aan het adres van een journalist kunnen volgens hem ervoor zorgen dat die zichzelf gaat censureren. Panka benadrukt de noodzaak om bedreigingen tegen journalisten te onderzoeken.